Met weer nog Erwin Krol. De vorst zet niet echt door. Het wordt ook niet vreselijk warm meer. We hebben gewoon een kwakkelwinter tot nu toe. Ook morgen wordt ons weer bepaald door hoge drukgebieden. Maar nu met een westelijke stroming met zachtere lucht. Maar wind, regen en sneeuw die blijven nog ver weg. Warm wordt het morgen nergens meer in Europa. Wel 15 graden hooguit hier in het zuiden. In het midden van Europa vriest het overdag ook nog licht. Maar voor het grootste gedeelte liggen de temperaturen net iets boven nul. Net als bij ons. Maar vannacht vriest het natuurlijk wel een graad of 2, 3. Bij ons vrijwel overal. Alleen in deze hoek hier, daar vriest het niet dankzij een stevige zuidwestenwind. En belangrijk is verder dat er mist kan gaan ontstaan vannacht. En dat betekent mist met vriezen, dat het ook glad kan worden. Morgen duurt het even voordat de mist is verdwenen. Wat we overhouden is een bewolkte dag, althans in de noordelijke helft. In de zuidelijke helft breekt ook af en toe de zon door. Er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Op de Wadden is die af en toe krachtig, windkracht 6. En het wordt morgenmiddag zo'n 3, 4 graden. Na morgen houden we bewolkt en af en toe ook mistig weer. Waarbij de temperaturen, u ziet het zelf, in de buurt van het vriespunt blijven. Dit was de 8 uur journaal van donderdag 12 december. Alle ogen zijn vandaag gericht op president Gorbatsjov. Wanneer geeft hij het op? Want het oude Sovjetparlement heft zichzelf min of meer op. De macht over grote delen van het leger is hij kwijt. En steeds meer republieken willen zich bij het gemenebest van Jeltsin aansluiten. Meer over dit alles straks in het volgende journaal om 10 uur. Prettige avond.